Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een zwakke storing die over het land trekt. Die zorgt wel voor overwegend bewolkt weer vanochtend, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Zo halverwege de ochtend is het 5 tot 7 graden. Verder waait een westelijke wind en die is matig, klacht 3 of 4. De loop van de dag draait de wind naar het zuidwesten. In de, in de middag zal vanuit het westen uit ook de zon langzaam weer gaan doorbreken. Het wordt uiteindelijk zo'n 9 of 10 graden. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, opklaringen en wolkenvelden. Halverwege de avond is de temperatuur weer gezakt tot een graad of 6. Dan gaan we naar het weekend weer kijken. Op de zaterdag hebben we nog wel wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en het wordt 12 tot plaatselijk al 14 graden. Dat bij een matige wind boven land uit het zuidwesten, winddag 3 of 4, en zee kan de wind soms vrij krachtig zijn. Op de zondag schijnt de zon een stuk vaker en dan wordt het zelfs 13 tot plaatselijk 16 graden nog steeds bij een matige wind uit zuidwestelijke richting. Maandag en dinsdag blijft het droog met zonnige perioden, maar de middagtemperatuur moet een klein beetje indeveren. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.